Inzamelingsactie Den Haag 700 kinderfietsen voor gezinnen die moeilijk rond kunnen komen. Den Haag heeft samen met de stichting Leren doen en de ANWB 700 kinderfietsen ingezameld. En de fietsen worden na inzameling nagekeken, eventueel opgeknapt en kunnen daarna voor een klein bedrag worden aangeschaft door gezinnen die zelf moeilijk een goede kinderfiets kunnen kopen. Er zijn veel meer fietsen ingezameld dan vorig jaar. Toen werden er 411 fietsen opgehaald. Volgens wethouder Kapteins moet ieder kind in Den Haag kunnen fietsen. Het zorgt voor vervoer naar school, naar afspraken met vrienden en naar sportactiviteiten. Om ieder kind in Den Haag voor een fiets te kunnen voorzien, is het Haagse Kinderfietsenplan opgezet en de gemeente zorgt in het samenwerkingsverband jaarlijks voor zo'n 2000 tweedehands kinderfietsen. De inzamelingsactie is een belangrijk onderdeel hiervan. Het uitleveren van de fietsen gaat via scholen, bijvoorbeeld als kinderen geen fiets hebben tijdens de fietslessen. Gezinnen met een ooievaarspas kunnen voor 7,5 euro een fiets aanvragen via Leergeld Den Haag. En naast de fiets krijgen ze een fietspaspoort. En daarmee kunnen de kinderen drie jaar lang kosteloos reparaties laten doen of de fiets omruilen voor een grotere fiets.